Je gaat getriggerd worden. De komende tijd. Een hoop getriggerd worden. Ja, Mike, dat is logisch. Hoe kun je niet getriggerd worden in een klote wereld als deze? Oh, wauw. Zo heftig had ik het niet verwacht. Kom op met die video. Getriggerd omdat er meer en meer purging zal zijn van oude rommel die opgeruimd moet worden. AKA alle conditionering die je samen met je medemens hebt opgebouwd als limiterende overtuigingen en trauma's die niet mee kunnen naar een lichtere wereld. En je weet wat ze zeggen. Waar het licht niet schijnt, is er geen brug ondersteboven gebouwd. Brug ondersteboven gebouwd? Hè? Wat bedoelt hij ermee? Kijk hem denken. Dat houdt hem wel voor bezig. Dus in deze video deel ik met je hoe je deze triggers afhandelt. En hoe je ze gebruikt zelfs om niet geheelde stukken in jezelf weer compleet te maken. Dus we gaan de komende sessies weer even je hele verleden opnieuw bespreken. Voor het geval dat je het was vergeten. Nou, dokter. Ik dacht eraan om het vandaag even een keer iets anders te doen. Wat? Wat bedoel je anders doen? Wiens praktijk is dit? Ga je nou ineens interessant lopen doen omdat je ergens een NLP practitioner cursus hebt gedaan? Zo bedoel ik het niet. Oh, dan is het goed. Maar ik wilde gewoon even uit het verleden en zou focussen op een betere toekomst. Betere toekomst? Wat is er zo beter aan de toekomst dan? Ja, daar wil ik graag over sparren dan. Maar als je niet weet hoe, dan kan ik ook bij een andere therapeut langs gaan. Wat? Andere therapeut? Ben ik soms niet goed genoeg voor je, fancy boy? Of is het overhemd dat ik draag niet goed genoeg voor je om je verder te helpen in je leven? Nee, zo bedoel ik het niet. Oh, dan is het goed. Dokter, heeft u last van triggers? Triggers? Ik heb helemaal nergens last van en zeker geen triggers. Ga je nou weer doen alsof je mij toezet, Eikel? Het is gewoon wat ik opmerk. En ik kan u ermee helpen door objectief te delen wat ik observeer. Delen wat je observeert, goddonne je! Als ik nog één woord uit die gore smoel van je hoor komen, nog even keer stomp op je bek, jij klote jochie, hoor je me? Dit is mijn territorium hier, niemand kon mij vertellen wat er mis is. Denk niet dat je mijn vader bent, hoor je me? Want ik pak je! Papa, waarom was je er niet voor me vroeger? Ik wil dan alleen een knuffel! Waarom moest je me zo alleen laten in deze kankerharde wereld? Ik was je nodig! En nu ben ik helemaal alleen en zit ik opgezalmd in deze kutbaan waar ik alleen maar van die tyfusleiers hun gezeik moet aanhoren! Wauw. Vader! Ik heb echt een triggertje geraakt, denk ik. Godverdomme! Hey, en welkom op het kanaal. Mijn naam is Mike Arangi en ik post dagelijks content om jou te inspireren om de beste versie van jezelf te worden. Als je mijn video's waardevol en leuk vindt, klik dan even op de like knop, want het helpt mijn kanaal enorm met groeien. Wil je niets nieuws missen, klik dan ook meteen op de rode abonneer knop en op het notificatiebelletje. En check ook even de Soul Tribe community, waar je met mij en gelijkgestemden live kunt verbinden voor meer inzichten, exclusieve content en een oplaadstation voor je vibe. Meer informatie vind je in de link die je nu in het scherm ziet of in de beschrijving onder deze video. Ik kijk enorm uit naar de komende tijd, want ik en jij en iedereen op Moeder Aarde krijgen zoveel mogelijkheden om in onze kracht te komen. En de dingen die je sterk maken zijn meestal niet de dingen die je fijn vindt. Dus verwacht geen cocktailtjes drinken op Bali-illusies. De manier waarop is alleen mogelijk er één waar je totaal geen zin in hebt. Je gaat getriggerd worden tot in je diepste pijnen. Mogelijk is het je gelukt om tot nu toe weg te komen met een hoop schaduwwerk. En als dat het geval is, ga je flink op je kop krijgen. Of mogelijk heb je een hoop schaduwwerk gedaan. En ga je de komende tijd vaak willen zeggen, hè? Ik dacht dat ik hier al mee gedeeld had. Hoe vaak heb je dat al niet gedacht? Ik ben klaar. Nou, geloof me, zolang je nog je ogen opent en op aarde bent, ben je nog helemaal nergens klaar mee. Maar naarmate deze ascensie voortgaat,
gaat het leven steeds meer een zoeklicht schijnen op alles wat jou gefragmenteerd maakt en spiritueel mank. En de manier waarop het dit prachtig doet, is door jou, door ervaringen te leiden die keihard je gevoelige snaren raken. Je kinderen, je partner, je collega's, je dates, je vrienden en je ex-vrienden, vreemden op straat, misschien zelfs dieren, vogels die je auto onderscheidt. Serieus, net gewassen, helemaal trots, hele motorkap vol stront. Wat moest ik daarvan leren? Oh ja, die trots. Niet doen, Mike. Gewoon niet doen. Of misschien de persoon in de spiegel, die met zijn of haar eigen gedrag, gedachten en gevoelens een zelftrigger vormt om onverwerkte emoties naar boven te halen. Er zijn vele tools en manieren om deze gevoelens te helen. En je kunt ze via verschillende wegen oproepen als je het proces wilt versnellen. Maar daar ga ik niet op in deze video. Wat belangrijker is, is de manier hoe je omgaat met een trigger wanneer deze opkomt. En jou onverwachts overspoelt, waardoor je gaat lopen projecteren en vergeet dat de emotie van jou is. En niet van de persoon die je triggert. Voor de mensen die nog steeds de vinger wijzen naar anderen, deze video is niet voor jou. Jij bent nog niet klaar voor verantwoordelijkheid, blijkbaar. Want wat er gebeurt wanneer we getriggerd worden, is eigenlijk best sneu. Niet sneu in de zin van je bent zielig, maar het is sneu wat er eigenlijk wordt geraakt. Werkelijk sneu. Waar ik achter ben gekomen is dat elke trigger een pijntje is dat wordt geraakt omdat een klein kind zich ooit onveilig voelde. Een kind dat een situatie meemaakte waar het zich afgewezen, onbegrepen, verlaten, ongehoord, eenzaam of misbruikt voelde. Elke trigger in essentie. En ik heb het niet over dingen die niet met je resoneren, omdat het niet in lijn is met jouw waarheid, maar triggers. Emoties die worden geactiveerd door een gebeurtenis in de buitenwereld. Emoties in je pijnlichaam, waardoor jij onbewust weer teruggaat in de tijd naar dat kleine kind dat je toen was en gaat handelen zoals je toen handelde. Als een kleuter, toch? Kijk naar de gemiddelde volwassenen. Gewoon een fucking kleuter. Wegrennen. Vechten, schelden, smeken, in jezelf kruipen of jezelf wegcijferen. Omdat je gelooft dat er iets mis is met je. Dat je niet goed genoeg bent. En dat er iets aan je ontbreekt of mankeert. Gedrag wat komt omdat je toen als kind niet kreeg wat je nodig had. Een knuffel. Iemand die je vertelde dat het goed komt. Een plek van veiligheid. Warmte. Vertrouwen. Dus stel je eens voor en denk vooral eens na hoe je nu aankijkt tegen de gevoelens die naar boven komen wanneer je getriggerd wordt. Zo, lekker weekend. Kijk wat Henk te doen heeft. Hey Henk, wat ga je doen dit weekend? Zullen we het gaan stappen? Ik ga wel stappen met Jan. Misschien een andere keer, oké? Oké. Ik voel iets. Misschien toch een paar grammetjes coke halen voor het weekend. Want meestal willen we er vanaf. Proberen het te vermijden. Te maskeren, te verdoven, ervan weg te kijken, het ontkennen, het tegenaan schoppen en het proberen te veranderen met forceren. Het er niet laten zijn. Het willen veranderen zo snel mogelijk. Er vanaf willen. Stel je eens voor dat er een kind bij je aan de deur kwam aankloppen. Zojuist uit huis geschopt. En vertelt dat hij of zij ongewenst was. Een kind dat zich onveilig voelt, onzeker, bang. En het eerste wat jij doet is zeggen, kom maar op, stel je niet aan. Zet een lach op je gezicht. Wees dankbaar. Ga onder een koude douche staan. Je bent goed genoeg, oké? Leuk, en nu verder. Dat zou je niet doen tegen een klein kind. Mag ik hopen. Maar dat doe je vaak wel tegen jezelf. En dan vraag je af waarom dat stemmetje in je hoofd je de hele dag stalkt. Wat je zou doen als je zou weten wat het echt nodig heeft om weer in zijn kracht te komen, is het laten weten dat je er bent. Hé, ik zie je. Je mag met me delen waar je mee zit, maar dat hoeft niet. Dat mag later ook, wanneer je er klaar voor bent. Maar weet dat ik hier ben. En je mag zo lang blijven als je wilt. Je mag boos zijn. Je mag huilen. Je mag schreeuwen. Je mag slaan. Het is allemaal oké. Ik ben hier. Ik ben gewoon bij je. En als je dat wilt, krijg je een knuffel van me. En als je er klaar voor bent,
gaan we samen kijken of we de situatie beter kunnen maken. Jou sterker kunnen maken. Zodat je opgewassen bent tegen wat de wereld je nog meer voor een moeilijke situatie gaat brengen. Zoiets lijkt me. Uit liefde. Wat nodig is voor een kind in pijn. Liefde. Maar wat doe jij? Je schuift een tablet of smartphone met een filmpje onder zijn neus, toch? Dat is wat we zo vaak doen. En me afleiden van wat het echt nodig heeft om aan te kijken. Wij zijn allemaal wandelende fragmenten van gepijnigde kindjes die rondlopen in een wereld waar we continu elkaars pijnen spiegelen. Kijk alleen al om je heen in de normale wereld. Op de werkvloer. In het verkeer. In familiedrama's. Ladingen aan mensen die hun getraumatiseerde verleden herleven in het heden. Allemaal schelden en vloeken en vechten met elkaar en de wereld. Hé hey Anton, hier heb je nog een paar stapels papier om te kopiëren. Ga voor 4 uur op mijn bureau, oké? Oké, baas, komt voor elkaar. Mooi! Sukkel, eikel, ik haat je. Sorry, wat zei je? Bedankt baas dat u zo'n geweldige baan voor me heeft. Omdat dat kind in hun zich nog steeds niet veilig voelt. En om uiteindelijk een persoon te worden die niet getriggerd raakt. Of in ieder geval niet meer getriggerd raakt op een manier dat je gewoon heel veel van je tijd verspilt aan negatieve emoties ervaren. En dat ook nog eens projecteren op anderen. Waardoor je alleen maar conflicten hebt en daarmee een mooi geleefd leven weggooit. Moeten we die liefdevolle ouders zijn voor die delen in onszelf. En dit is niet makkelijk wanneer je zwaar in een dip zit. Maar wel mogelijk. Door het te zien voor wat het is. En te zien wat jij echt nodig hebt. En dat is volledig aanwezig zijn voor jezelf. Volledig toelaten wat je voelt. Wat je ervaart. Zonder in de rol van de slachtoffer te stappen. En de vinger te wijzen naar iemand anders dan jijzelf. Omdat je dan weer helemaal de plank mislaat. En alleen maar de pijnpatronen versterkt. Maar in de plaats daarvan helemaal aanwezig zijn. En toelaten wat je voelt. Zonder het betekenis te geven. Zonder erover te praten of oordelen. Of het te willen veranderen. Er vanaf te willen. Maar het volledig te laten zijn. Voor zolang het er wil zijn. Zonder constant de controle te willen nemen erover. En te bepalen wat ermee moet gebeuren. Kun je dat voor de verandering eens proberen? Gewoon toelaten hoe je je voelt zonder het te willen fixen. Het moet opgelost worden. Ik mag me niet zo voelen. Er is iets mis met me. Dit is niet oké. Die dingen, dat is niet wat je wilt. Want als die gevoelens niet oké zijn, hoe kun je dan ooit van jezelf houden? Hoe kun je ooit een persoon worden met zelfvertrouwen en een level van zelfliefde als alleen de mooie dingen er mogen zijn, maar alle pijnlijke, duistere dingen niet? Hoe kun je tegen een gepijnigd kind zeggen: ik accepteer je als je vrolijk bent, maar als je een bui hebt, blijf dan maar weg. Hoe kun je zo tegen jezelf doen? En verwachten dat je een gezonde, liefdevolle en diepgaande relatie met jezelf hebt? Nou, misschien tijd om dingen anders te doen. Denk je niet? Dat gaat niet. Zelfacceptatie is niet tegen jezelf zeggen in de spiegel: ik mag er zijn. Terwijl je diep van binnen naar jezelf kijkt en voelt dat je jezelf haat. Het is alles in jezelf zien. Het toelaten om naar boven te komen. Begrijpen waar het ontstaan is. En het los te laten als het er klaar voor is. Als het er klaar voor is. Je kunt niet zomaar pijn loslaten als je niet eerst volledig hebt doorvoeld en begrepen. Je kunt niet iets loslaten als je niet tot op een diep level van acceptatie van dat deel bent gekomen. En daarvoor zal je ernaar moeten kijken vanuit een perspectief van een ouder. Een liefdevolle ouder. Die zijn kind volledig accepteert. Papa, iemand noemde me op school een aardappelhoofd. Aardappelhoofd! Zo, dit is goed! Ah, zoon. Sorry. Wat een lul die je zo noemde. Kom hier, zoon. Laten we naar school gaan en dan met elkaar timmeren. Waar het ook mee zit. Wat het ook heeft gedaan. Waar het ook staat op dat moment. Je mag er zijn. Alles van je. Zolang het nodig is. Ik ben er voor je. Dat is wat je triggers nodig hebben. Wanneer ze actief worden. Je hoeft niet elke online cursus te doen om een heel verhaal te schrijven over alle nare momenten in je verleden. Shit, help ik even mijn eigen omzet omzeep. Oké, wat ga ik doen om dit te herstellen? Het helpt. Maar uiteindelijk wil je op de momenten wanneer die pijn naar boven komt, gewoon
ermee zijn. In een liefhebbende rol van volledige acceptatie van wat er is. En dan, wanneer je dat doet, niet voor 1 minuut, maar zolang het nodig is. Als dat een dag is, is dat een dag. Als dat weken zijn, zijn dat weken. Maar als jij aan die delen in jezelf kan laten weten dat jij er onvoorwaardelijk voor ze bent, door er gewoon mee te zijn en het gevoel te laten zijn, dan gebeurt heling vanzelf. Weken? Ik dacht dat het moet wel verwerkt zijn in een dag of twee. Kan ik dan niet wat van dat ayahuasca doen om het te versnellen? Bijna magisch zullen delen in jezelf weer defragmenteren en heel worden. Integreren als een deel van jou. Het totaalpakket van wie je bent. En van tijd tot tijd zullen delen weer getriggerd worden. Maar ook dan hoef je er alleen mee te zijn. En hoe meer je deze delen in jezelf heelt, hoe meer je zal ontdekken dat de wereld je ineens niet tot weinig meer triggert. En je gewoon door het leven kan gaan. Dagen, weken, soms maanden achtereen. Zonder een moment te hebben bij iets je echt raakt. En als iets je dan raakt, is dat weer een reden om dankbaar te zijn. Bedankt, universum, om me weer een kans te geven om dichter bij mezelf te komen. En weer een stukje van dat innerlijke kind liefde te geven. Hey, loop een beetje door jij met je dikke kont. Wat zeg je over mijn kont? Haha, ja, met je dikke kont. Ah, wacht. Toen in de brugklas. Ah, kom hier innerlijk kindje. Je mag er zijn. Bedankt vriend voor deze heling. Huh? Bedankt, want hoe mooi is dat jij weer helemaal heel kunt worden. En die versie van jezelf kunt delen met de wereld. En je dierbaar. Dus dat is de mindset die je wilt hebben om met je triggers om te gaan de komende tijd. Laat me weten in de comments hieronder wat het laatste is wat jou heeft getriggerd de afgelopen tijd. Kom trouwens een keer kijken bij een van de Soul Tribe calls, waar we elke week dieper gaan in onderwerpen als deze. Binnen een groep gelijkgestemden die allemaal in ditzelfde proces zitten. Klik voor meer informatie op de link die je nu in het scherm ziet of in de beschrijving onder deze video. Succes! Voor de komende tijd. Succes? Voor de komende tijd? Hoe kom je erbij dat ik succes nodig heb? Ik heb je hulp niet nodig. Guru, ga ik andere mensen proberen om te fleuren, oké? Okay? Wauw, jij hebt echt niets gesnapt van deze video, hè? Bedankt dat je de tijd uit je dag hebt genomen om naar mijn video te kijken. Vond je hem leuk en wil je dit kanaal steunen? Klik dan even op de duim onder de video. Abonneer je door op de rode abonneerknop te klikken en op het notificatiebelletje, zodat je niets nieuws mist. En deel deze video met anderen waarvan je denkt dat ze er waarde uit gaan halen. Mensen, zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen. Wees de beste versie van jezelf elke dag. En ik zie je in de volgende video.